Hey, het is 4:10. Volgens mij is dat het moment dat wij aan de derde ronde met sessies starten. Zij die nog aansluiten, nou, die sluiten vanzelf dan wel aan. En het wordt ook vast ergens teruggekeken, dus dat komt goed. Deze laatste sessie die we, of de sessie die we hier hebben, is de sessie over de spraakgestuurd ECD. Ik denk dat het wel goed is om met elkaar eens te bespreken van wat doet e-care er nou in samen met Attendee. Maar ik denk dat het belangrijk is om eerst even voor te stellen. Nou, ik ben Martijn Eiting. Ik ben vanuit e-care adviseur en ik geef deze sessie vandaag niet alleen. Normaal gesproken zou ik hier een levensgrote Diederik hebben staan. Maar iets met kilometers en ingewikkeldheden in het verkeer maakt dat Diederik vanaf locatie ergens meedoet. Diederik, zou je jezelf even voor willen stellen? En ook ja. Misschien Attendee? Hoi allemaal, ik ben Diederik Draven. Ik werk dus voor Attendee. Bij Attendee specialiseren we ons in spraaktechnologie. En dat betekent voor een zorgprofessional dat we het in de omgeving waar zorgprofessionals al mee werken. Dus bijvoorbeeld puur het mogelijk maken dat je je rapportages per spraak kan doen. Specifiek voor langdurige zorg, voor wijkzorg, intramuraal, hebben wij spraak naar tekstmodellen gemaakt. En ook per organisatie optimaliseren we dat. Dus het is veilig en van hoge kwaliteit. En ik ga jullie daar dadelijk wat meer van laten zien hoe het nu werkt. Wat de ervaringen zijn bij zorginstellingen tot nu toe. En we gaan ook nog wat meer laten zien waar we als Attendee mee bezig zijn. Waar het spraakgestuurde ECD zich naar kan doorontwikkelen. Nou, ik denk dat het goed is om even wat inleiding te doen. Van wat is nou eigenlijk dat spraakgestuurd ECD? Wat betekent dat nou eigenlijk? En ook even te kijken van nou, wat doen we er nu mee bij zorgorganisaties? En daarna inderdaad dat Diederik ons even meeneemt om te laten zien hoe het nou precies werkt. Want het is een mooie techniek om ook even te laten zien vooral. Ik denk dat het eerste wat goed is om even te benoemen is dat we het, wat Diederik ook al zei, dat we spraakgestuurd rapporteren. Dus zoals we het nu in puur verwerkt hebben, en dat zal iedereen zo meteen ook wel laten zien, gaat het om het rapporteren en niet langer typen van rapportage. Dus we spreken het in. Elk moment waar we vrije tekst hebben in puur, hebben we eigenlijk ook een microfoontje gekregen. Iedereen zal dat straks laten zien. Dan kun je in plaats van typen spreken. Waar het misverstand nog wel eens ontstaat, is dat mensen bij een spraakgestuurd ECD het heel snel verwarren met, als ik toch eens verder tegen mijn laptop aanspreek, dan opent hij de rapportage, schrijft hij alle informatie verder weg daar waar het moet staan. Dus als ik een rapportage zou inspreken en ik zeg daarin van nou, de bloeddruk van mevrouw was 120/86, de temperatuur was 38,2 en daarna mag het dossier gesloten worden. Ja, zover zijn we niet. Maar wat het wel is een hele duidelijke opstap daar naartoe. Dus ja, we zien daar echt meerwaarde om dat te gaan doen. Dat je straks als verpleegkundige of als verzorger die met onze techniek werkt, straks wel in dit soort stukken uitkomt. Dat we dat heel gestructureerd wegschrijven. En dat, ja, het mooiste geval, stel je voor dat je eigenlijk alleen nog maar je telefoon vast hebt of je tablet en gewoon vertelt wat die moet doen. Maar om daar te komen, heb je deze stappen nodig. Nou, en als we tot nu kijken hoe de stappen gaan, gaat het echt reuze voorspoedig. Maar je kunt niet in één keer, je kunt niet in één keer bij stap 5 beginnen, dan weet je zeker dat je in een probleem komt. Dus dat is het eerste. Nou, het is wel goed om even te kijken van nou, hoe ver zijn we dan? Nou, dat spraakgestuurde ECD is eigenlijk al een heel eind onderweg en in gebruik. Sommige van jullie zorgorganisaties kennen het van eerdere webinars misschien. Hebben we een keer geluisterd en denk ik, nou eens even kijken waar het nu staat. Sommige zorgorganisaties zeggen, nou, ik heb het niet, maar ik wil het wel heel graag. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, neem dan vooral even contact op. Maar we hebben toch al wel de nodige, we hebben een aantal belangrijke pilots gehad, waar ook nulmetingen zijn geweest. En ik denk dat de laatste casuïstiek die voor ons ook wel in het oog spreekt en die hier heel erg interessant is om te delen, dat is dan ook dat we bij Patria zijn geweest om ook te starten met het spraakgestuurde ECD. En dat daar ook een hele duidelijke begeleiding op zit vanuit Attendee om te zorgen dat we dat netjes doen, dat je ook ziet wat de meerwaarde is. En Diederik, jij bent daar heel erg dichtbij betrokken geweest. Wat is nou voor Patina de hoofdzaak om te starten met dat spraakgestuurd rapporteren? Ja, dus bij Patina inderdaad zijn we inmiddels ruim 2 maanden geleden gestart. En wat voor hun in eerste instantie de reden was om met ons aan de slag te gaan, was dat ze eigenlijk de administratieve last wilden verlichten
onderzocht professionals, zodat ze minder tijd kwijt zijn aan rapporteren. En eigenlijk voordat we zijn gestart met de introductie, zijn er ook een aantal afspraken gemaakt hoe het ingezet moet worden bij Patina. En dat had als doel om tijd te besparen, dus dat er in het geval van bijzonderheden altijd per spraak gerapporteerd werd. Maar wat Patina ook meteen heeft besloten, is dat ze spraak willen inzetten om waar mogelijk in het bijzijn van de cliënt te rapporteren, zodat de cliënt het ook hoort en betrokken is bij zijn of haar rapportage. Dus het is een hele laagdrempelige manier om kennis te nemen wat er letterlijk in het dossier komt. En de tweede was dat wij ook binnen onze oplossing het mogelijk maken om via soep of soap te rapporteren. En dat is in die zin eenvoudig gemaakt dat je verschillende onderdelen langsloopt en dat er een vraag staat waar je als zorgprofessional antwoord op geeft. En Patina besloot dus ook om bij bijzonderheden of veranderende zorgsituaties per spraak te rapporteren en dan de soepmethodiek daarvoor te gebruiken. En dat, dat had na zeg maar een maand intensief testen en meelopen met gebruikers om te kijken wat het effect is, ook wel de verwachte resultaten. Dus dat in veel minder tijd uiteindelijk een completere rapportage tot stand komt, waar ook de cliënt bij betrokken is. Dus daar hebben we echt mooie resultaten geboekt. En dat heeft er ook toe geleid dat ze nu in heel Patina dezelfde werkmethodiek, maar ook het spraakgestuurd rapporteren gaan opschalen. Hey Diederik, wij zijn ook bij meerdere organisaties geweest. En als je het dan hebt, ook jij beschrijft dat zelf al eventjes, van nou dat rapporteren bij de cliënt. Ik vond dat altijd wel een interessante eye-opener. En vaak ook voor de organisatie zelf. En volgens mij hebben we vorige week volgens mij zelfs nog zo'n voorbeeld gehad. Dat we merken dat de organisatie wel in de veronderstelling is dat we heel erg bij die cliënt aan het rapporteren zijn. Maar dat we merken dat die wijkverzorgende, wijkverpleegkundige, in de druk of de haast die men heeft of ervaart, besluit om dat rapportagemoment wat uit te stellen. Waardoor er inderdaad met de hand geschreven wordt, dat het op briefjes eindigt met wat risico's niet, dat we de kwaliteit van rapportage ook wat achteruit hobbelt, omdat je je vergeet dingen. Ja. Wordt de organisatie ook zelf achterkomen en denk van, oh, wacht eens even, dat gebeurt een stuk minder direct bij die cliënten dan we eigenlijk met elkaar hadden gedacht in het voor. Ja, dus twee dingen daarover. Bij Patina zijn we het dus ook gaan meten en bij de nulmeting zagen we dat ongeveer 60% van de rapportages in het bijzijn of onder cliënttijd werden gedaan. En met spraak was dat 90%. Dus het was wel een flinke toename daarvan. Maar interessanter misschien nog wel is dat we ook bij bijvoorbeeld Meizo hebben we bij twee locaties hebben we spraakgestuurd rapporteren op een gegeven moment mogelijk gemaakt. Dat was voor eigenlijk de hele organisatie al mogelijk, maar zij gingen er ook mee aan de slag. En toen hebben we met één locatie hebben we afgesproken dat we altijd in het bijzijn van de cliënt de rapportage hardop uitspreken. En bij de andere locatie gewoon rapporteren zoals het eigenlijk eerder al gebeurde. En wat je daar, toen hebben we daarna 10-15 cliënten geïnterviewd over hun betrokkenheid bij het dossier. En ook de zorgprofessionals geïnterviewd van, goh, wat verandert hier nou? En daar was het voornaamste onderzoeksresultaat dat op dit moment is de zorgprofessional vaak in de veronderstelling dat de rapportage gedeeld wordt. Maar wat er dan gedeeld wordt is een samenvatting of een conclusie of eventjes, in ieder geval niet letterlijk wat je in het dossier zet. En wij kwamen er samen met die zorgprofessionals achter dat het soms, als je het hardop uitspreekt, dat kan voorkomen dat er interpretatiefouten in het dossier komt. Dus de cliënt krijgt dan ook wel de gelegenheid om dat wat letterlijk in het dossier komt ook te beïnvloeden. En vaak ten goede van de situatie. Dus het wordt dan meer een rapportage vanuit de beleving van de cliënt. Er zijn ook genoeg situaties van gedragsproblematiek of andere situaties waarin het in het contactmoment juist heel verstorend kan zijn als je ineens hard op de rapportage gaat doen. Maar het kan wel, blijkt uit de casus Patina, maar ook bij bijvoorbeeld mij zo, dat het echt wat kan toevoegen voor je cliënt als je hem op die manier betrekt. Ja, en soms dat ook gewoon heel even uitleggen, hè, van wat doen we nu eigenlijk? Dus het is ook wel even wennen. Waarin was het nou, ik ben opschrijft, nou, ik ga het een keer inspreken. Je zult straks laten zien, natuurlijk wel een pauzeknop, zul je nog wel even laten zien. Maar ik moest wel lachen op de voorbeeld die dan kwamen, dat de cliënt in één keer het gesprek aanging en dat dan ook in één keer daarin kwam of wat verstoorde. Maar ja, nou ja, daar vind je, heeft tot nu toe iedereen zijn weg volgens mij hartstikke goed in gevonden. Ja. En volgens mij zijn de resultaten ook, hè, vanuit nulmetingen die je doet bij elke implementatie eigenlijk, elke start,
nou, zijn die beelden eigenlijk hetzelfde? En die maakt ook eigenlijk dat we stellen van nou, je kunt het gewoon oppakken en mee starten. En maak nou niet overal hele ingewikkelde grote projecten met pilots of andere zaken. Ja, je kunt het even proberen, maar ga er niet een hele pilot van opzetten. Want die nulmetingen bij al die organisaties liggen inmiddels. Hè? Het is bewezen technologie, zou je kunnen zeggen. Ja, het effect is duidelijk en het effect is ook consistent langs de organisaties. Het is natuurlijk best even vreemd om tegen je computer te gaan praten. En dat is even een drempel waar je overheen moet. En eigenlijk zie je bij iedere organisatie dat een groot gedeelte het al snel oppakt. En dat het gedeelte wat er meer moeite mee heeft ook best wel rap van zijn collega's leert. En het is ook een simpele, ik zal het dadelijk laten zien, maar het is niet een heel erg moeilijke functionaliteit om te begrijpen. En nog even, voordat we erin duiken, we gaan er zo naar kijken. Wat ik wel heel erg, ik heb er wel een klein beetje om gelachen hoor. Dat is, we komen natuurlijk in alle hoeken van het land zo'n beetje uit. Hè? We zijn in Limburg geweest, we zijn in Brabant geweest, we zijn natuurlijk in Twente geweest. En ja. Overal was even de vraag van, ja, jongens, ik vind het allemaal mooi, jullie zijn in Twente geweest, jullie zijn in het midden van het land, maar ons accent, daar wil niet. Dat gaat niet goed. En eigenlijk blijkt dat nergens een probleem is geweest. Hè? We schijnen opvallend goed Nederlands te praten, toch wel met z'n allen. Ja, dus we hebben vrij exacte metingen per regio hoe we presteren nu. En wat je ziet is dat we zeg maar in de regio Midden-Nederland, dat we ja, met de spraak naar tekst zoals we het nu hebben, met de hoeveelheid rapportages die nu zijn ingesproken op basis waarvan we zeg maar de kwaliteit kunnen genereren, is dat je rond de 93% nauwkeurigheid zit. En dat houdt dus in dat als je 100 woorden inspreekt, dat de 93 correcte op papier worden gezet. En we hebben ook casussen in Heerlen en in Haaksbergen en in Friesland. En wat je daar ziet is dat zeg maar na ongeveer een maand dat die nauwkeurigheid op 88% zit. Maar als we dan weer een maand verder zijn, dan gaat die ook naar 293. Dus het is ook altijd zo dat we als we ergens starten in een uithoek waar we nog weinig ervaring mee hebben, dat we dan ook meegeven aan die gebruikers van ja, de eerste periode is het ongeveer deze nauwkeurigheid. Maar als jullie een stukje verder in de tijd zijn, is het 2,93. Het is wat dat betreft, het is eigenlijk kunstmatige intelligentie. En dat houdt in dat ja, hoe meer ingesproken rapportages we hebben, hoe makkelijker we dat niveau halen. Maar tot nu toe hebben we nog niet teruggekregen van gebruikers dat de nauwkeurigheid te laag was voor hun om praktisch nutten van te hebben. Nou, ik denk dat het wijs is om hier ook niet langer dan de zaak helemaal op te houden. En Diederik, zou je ons even mee willen nemen in een korte demonstratie van het speech text binnen Puur? Ja. Dat pak ik even, terwijl je voorleest, pak ik heel even een vraag mee hoor. Job Engelen vraagt, hoe zit het met medische termen en hoe snel voelt de cliënt zich aangevallen? Bijvoorbeeld als je hardop zegt dat de cliënt geen ziekte in zich heeft of verbaal is geweest naar jou. Ja, goede vraag. Dus die eerste vraag, hoe zit het met medische termen? Kijk, inmiddels hebben wij al bij behoorlijk wat klanten in de wijk en woonzorg staat deze oplossing live. Dus eigenlijk alle woorden die in die context voorbij komen, die zitten inmiddels in ons woordenboek. En die ja, daar kun je dus gewoon gebruik van maken. En daar specialiseren we ons eigenlijk ook echt in. Dus dat we in die wijk en woon het volledige jargon kennen. Wat je soms ziet bij introducties, is dat er bijvoorbeeld een apotheker op de hoek zit met een specifieke naam, die wij bij aanvang nog niet kennen. En die voegen we dan gedurende de implementatie voegen we die toe. Dus met medische termen hebben we eigenlijk niet zo heel veel moeite, omdat die gewoon vaak gebruikt worden door onze doelgroep. Maar soms heb je van die lokale verschillen waar we wel dan op letten en dat we dat toevoegen. En die tweede vraag is... Dan kan ik misschien wel heel even iets... Kijk, vanuit mijn opleiding als beginner geldt dat als beginner zou ik stellen van ja, of je het nou gesproken doet of dat je het schrijft. Deze moeilijkheid in hoe verwoord of hoe omschrijf ik iets, die heb je in beide gevallen. Dus dat verandert eigenlijk niet door speech to text. Ik denk dat het altijd van uitdaging is. En de wijk zien dat ook bijvoorbeeld met dingen als huiselijk geweld. Dat het altijd de uitdaging is. Hoe omschrijf je iets nou correct? En ik denk dat het wel misschien juist wel winst is. Dat op het moment dat je het uitspreekt. Dat je misschien nog wel wat bewuster wordt van het feit. Dat je dat uitspreekt. Of dat je dat vervolgens ook in beeld krijgt. Dus ik zou dat wel met je team oppakken. Maar volgens mij verandert dat niet zozeer door speech to text op dit moment. Maar het is wel een terechte vraag. En het kan zijn dat de cliënt misschien iets eerder aangevallen als hij daadwerkelijk hoort zeggen
dan dat hij het leest. Dat zit hem ook een stukje in de omgang en de professionaliteit van die medewerker. Wel goed om daar oog voor te hebben, hoor, in de begeleiding in je organisatie. Ook daarop te toetsen. Ja, zeker goed om daar oog voor te hebben, ja. Dus sommige situaties zijn complex om op een goede manier te verwoorden dat het in het dossier komt en dat de cliënt weet wat er aan de hand is. Maar wat Martijn zegt, eigenlijk moet je toch al de meeste situaties in het dossier zetten en kan de cliënt ook daar mee lezen. Dus het is echt een vaardigheid hoe je dat bespreekbaar maakt. En nog met betrekking tot die eerste vraag, wat we eigenlijk vooral zien met betrekking tot medische termen, is dat vaak lastige woorden op dit moment in het dossier fout gespeld worden. En als je wel weet hoe je ze uit moet spreken, dan zorgen wij ervoor dat de spelling ook juist is. Dus je ziet juist dat mensen die eerder moeite hadden met rapporteren, of het misschien zelfs wel een beetje ontweken, omdat ze een beetje twijfelden over hun spellingsvaardigheden, dat die juist veel gebruik maken van dit soort oplossingen als de teksten wat complexer worden. Je beseft dat nu iedereen in je demo het woord aluminium wil zien. Laten we daar naartoe gaan, ja. Ik ga even mijn scherm delen. A window. Ja. Jullie kunnen dit zien, hè? Ga ik even vanuit. Het is op dit moment zo beschikbaar in wijk als in woonzorg. Ik laat vandaag eventjes het product van de wijk zien. Wat ik al zei, je had vroeger wel spraakgestuurd rapporteerde leveranciers, alleen dan moest je een losse applicatie downloaden en dan moest de tekst van de een naar de andere locatie, wat op zich de tijdsbesparing natuurlijk niet te goede komt. En hier zie je eigenlijk, bijvoorbeeld als ik op hier zo klik, je ziet eigenlijk hier een microfoon verschijnen en dat zijn wij. Of dat is eigenlijk de oplossing van Attendi die geïntegreerd is in de oplossing. Dus op allerlei plekken vind je die microfoon. Ja, dus en het is geen echt los programma meer. Het zit er gewoon weer. Ja. En nu zit ik natuurlijk op een laptop, maar stel dat je op je mobiele telefoon zit, het beweegt gewoon mee. Dus je kunt op ieder device kun je deze oplossing gebruiken. Ik zal even laten zien, gewoon met een vrije rapportage, even kijken. Het is eigenlijk gebouwd om het zo simpel mogelijk te maken voor de zorgprofessional. Onderin heb je eigenlijk altijd dezelfde knoppen. Met deze start je een opname. Met deze knop begin je opnieuw als dat wat je ingesproken hebt toch niet zo zinvol is. En met deze plaats je hem in de tekst, in het tekstveld. Als je hierop klikt, dan komen er nog rapportagemethodes tevoorschijn. Sommige organisaties werken met Soup en sommige met Soap. Nou, dat laat ik zo even zien. Maar in dit geval wil ik bijvoorbeeld gewoon een losse rapportage inspreken. Dus ik zal even laten zien hoe dat werkt. Dochter gaf aan dat zij veel gebeld wordt en zegt dat ze hier last van heeft. Ik heb dochter gebeld om een afspraak rondom de zorging van mevrouw. Ik versprak me een beetje. Rondom de verzorging. Ik zei het inderdaad niet goed. Nou, ik kun gelijk zien dat dat corrigeren dus ook heel eenvoudig is. Ja, het is dus wel dat je duidelijk moet spreken, dus dan moet ik nog beter. En dan kan je even corrigeren. Ja, kan je weer doorgaan. Er is onduidelijkheid ontstaan rond de verzorging van mevrouw en de afspraken die gemaakt zijn met haar dochter. En dit is eigenlijk, het lijkt een beetje een kleine feature dat je met deze knop zeg maar kan starten en pauzeren. Maar wat in praktijk gewoon is dat je eventjes nadenkt van wat heb ik nou precies geobserveerd en wat wil ik rapporteren. En dan vertel je een stukje en dan soms denk je weer even na en dan ga je weer verder met inspreken. En zo kun je eigenlijk zeg maar bouwen aan een volledige rapportage. Je ziet dat we hier bijvoorbeeld mevrouw wel afkorten. Maar verder gebruiken we eigenlijk helemaal geen afkortingen. Dus we krijgen wel eens verzoeken van zorgprofessionals van, ja, dat schrijven wij altijd, bijvoorbeeld huisarts schrijven we altijd als HA, kunnen jullie dat ook doen? Maar het doel van de oplossing is eigenlijk dat je in zo min mogelijk tijd gewoon een goed leesbare rapportage kan genereren. En dat we dus eigenlijk nauwelijks gebruik maken van afkortingen. En dat ook voor een cliënt of een mantelzorger gewoon altijd heel goed leesbaar is hoe het in elkaar steekt. Nou, dan kun je met deze plaats je de tekst hier en dan komt het in het dossier en dan ben je eigenlijk al klaar. Dan zal ik nog even laten zien hoe dat Soup of Soap werkt. Dus eigenlijk
Als je voor de mensen die het niet kennen, soms tref je een situatie aan en dat eigenlijk bij de cliënt het niet verloopt zoals je verwacht had, of er is iets bijzonders aan de hand. En dan wil je eigenlijk het op zo'n manier vastleggen dat alle relevante aspecten van dat zorgmoment aan bod komen. Dus wat is het perspectief van de cliënt? Wat zijn je eigen observaties? Wat voor conclusies trek je eruit en welk plan trek je? Als dat op die manier in het dossier komt en een collega leest het, of je gaat een zorgplan evalueren, dan kun je eigenlijk heel goed zien wat er nou precies gebeurd is. En veel zorgorganisaties die met ons werken, die pakken eigenlijk ook de introductie van dit spraakgestuurde rapporteren aan om met teams erover te hebben van hoe kunnen we nou überhaupt de kwaliteit van de rapportages verhogen. En dit is daar wel een mooi middel voor. Ja. Wat je ziet is dat je eigenlijk hierboven heb je 4 onderdelen van de rapportage. Dus bijvoorbeeld subjectief, informatie afkomstig van de cliënt zelf. Objectief, wat zijn jouw observaties, nou ja, et cetera. We hadden eerst eigenlijk gewoon subjectief staan, maar wat we toen zagen was dat soms nog steeds subjectief en objectief door elkaar gehaald werden. Dus dat nog steeds informatie niet eenduidig werd vastgelegd. En eigenlijk door deze kleine hint zien we dat je heel makkelijk gewoon antwoord kan geven op een vraag. Dus ik laat even zien hoe het werkt. Het onderste werkt hetzelfde als bovenin. En je kunt gewoon starten met opnemen en je dan door de letters slaan. En dan genereer je een rapportage. Ik heb even een situatie met een huilende mevrouw op de gang. Mevrouw loopt huilend door de gang. Mevrouw heeft een blauwe plek op haar arm en zij heeft een rode wang. Mogelijk is mevrouw geslagen door een medebewoonster. Ze heeft wel vaker woordenwisselingen met een medebewoonster. Mevrouw en medebewoonster voorlopig niet naast elkaar aan tafel zetten. Voorval bespreken met arts en psycholoog tijdens visite. Familie is ingelicht. Nou, dan zie je dat eigenlijk bij ieder onderdeel netjes die tekst is gezet. Net als net kun je het nog aanpassen als je willen, maar ik zie dat nu eigenlijk alles goed gegaan is. En dan kun je dit in het dossier plaatsen en dan zet hij het eigenlijk netjes, inclusief die kopjes, zet hij het in het dossier. En ja, wat je dus ziet bij als we bij een zorginstelling het introduceren, dan zie je ook echt wanneer met ons gerapporteerd is en wanneer niet. En meestal is de feedback dat dit dan, dat je heel makkelijk tot de essentie kan komen van de rapportage. En verder, ik laat nu natuurlijk een nieuw zorgmoment zien. Dit zijn vaak korte rapportages, maar eigenlijk door het hele dossier, dus bij persoonsbeeld, bij evaluatie, bij assessment, bij werkinstructies. Je kunt het overal gebruiken. En gebruikers die ook veel van ons gebruik maken, die gaan het ook op steeds meer plekken in het dossier ontdekken en steeds meer manieren vinden om dit in te zetten. We hebben echt voorbeelden van mensen die een behoorlijk lange overdracht van het ziekenhuis kregen en dat volledig hebben ingesproken en vervolgens in verschillende systemen verplaatst hebben. Dus je kunt het op alle manieren gebruiken. En eigenlijk hoe langer de rapportage, hoe meer tijdswinst je kan behalen. Dus dat is eigenlijk niet echt een maximum aan, hè? Sorry? Er zit niet echt een maximum aan het aantal leestekens dat je kan verwerken. Nee, volgens mij kun je per keer dat je op opname drukt, kun je maximaal 4 minuten doen. Maar je kunt natuurlijk zo vaak op start en pauzeer drukken als je wil. Het enige wat we daarmee probeerden te voorkomen was dat mensen niet volledige vergaderingen gingen opnemen, wat we ook wel eens hebben gezien. Ja, wie wil notuleren? Ja, puur wil wel notuleren. Ja, krijg je dat? Ja, dan krijgen we echt opnames binnen van een uur. En dat is echt, dat daar is het nog niet voor bedoeld. Ja, voor dit zijn we interessante kantoorhulpmiddelen. Ja. Wie weet, ja. Dus dat, en misschien is het leuk, kijk, rondom dat concept van het spraakgestuurde ECD, wat eigenlijk de grotere visie, denk ik, daarachter is dat je zo min mogelijk tijd naar een scherm wil kijken en zoveel mogelijk contact wil maken met je cliënt. En dat je dus steeds meer registraties in het dossier kan doen met spraak. Hier zie je eigenlijk dat als je op de microfoon drukt en je praat, dat we letterlijk overnemen wat je zegt. Maar wij zijn op dit moment als attendee in de ontwikkeling dat je ook instrumenten kunt inspreken. Dus dat ga ik heel eventjes laten zien. Jullie kunnen dit denk ik nog steeds zien, hè? Ja. Nou, bijvoorbeeld bloeddruk invullen.
dan kiest hij als het goed is het bloeddruk instrument. Dit zullen jullie wel kennen van Pure ook. Dat ziet er eigenlijk hetzelfde uit. Nou, hier hebben we de microfoon onderin geplaatst. En je kunt eigenlijk gewoon vertellen wat je metingen exact zijn. En wanneer je de bloeddrukmeting gedaan hebt. Nou, welke tijd of je eventueel bijzonderheden hebt. En wat we dan vervolgens doen is dat we kijken naar die tekst. En proberen de velden op het formulier al voor je in te vullen. Dat je niet veld voor veld af moet gaan en moet selecteren. Dus dat werkt zo. Gisteren om 9 uur bloeddruk gemeten. Bloeddruk is 140 over 95. Hartslag is 60, regulair. Temperatuur 37,2 graden. Bijzonderheden. De onderdruk blijft aan de hoge kant. Graag in de gaten houden. Dan kijkt hij naar die ingesproken tekst. En dan zie je dat hij eigenlijk... eigenlijk alles vult zoals ik het gezegd heb. Het is wel belangrijk dat je dan natuurlijk even controleert van... correspondeert dit nou precies met wat ik op mijn meter zie en is dit exact goed? Maar zo, zo zou je dan formulieren kunnen vullen. Dit is nog wel in ontwikkeling, dus we hebben bijvoorbeeld ook... Ja, Diederik, ik zie je dit nu doen. Maar het eerste is, hoe ver is dit weg? Ik zie nu mensen denken bij zichzelf... liever morgen dan overmorgen. Ja, we hebben nog geen exacte planning. We hebben wel met jullie erover gehad. En we zijn wel aan het kijken van wanneer kunnen we dit zeg maar op de roadmap gaan opnemen. Dus in principe zijn we al best wel ver gevorderd. We zullen beginnen met een 4-5 instrumenten om dit mogelijk te maken. Maar dit is wel voor formulieren vullen. Je vraagt toch steeds vaker aan de zorgprofessional van nou, dit is een formulier. Leg dat eens goed gestructureerd vast, zodat die data bruikbaar is. En daarmee... ja, vraag je natuurlijk wel om veel tijd. En op deze manier kun je gewoon de waardes benoemen, je verhaal doen. En dan ben je zeg maar in 20, 30 seconden ben je klaar met zo'n heel formulier. En het staat vol met waardevolle data. Ja, en het scheelt zoeken. Hè? Je hoeft niet meer apart het instrument op te zoeken. Hij pikt het zo mee. Fantastisch hoor. Ja. Diederik, afsluitend, hè, want we, zoals altijd, dit zijn half uurtjes, dus je vliegt door die tijd heen. Ja. Het zich altijd wel gaaf. Stel eens voor dat ik als zorgorganisatie zou willen starten met speech-to-text. Moet ik alles zelf doen? Of komt Attendee mij helpen? Het hangt van de zorginstelling af. Dus sommige zorginstellingen die hebben echt bijvoorbeeld hele actieve service teams. Die bijvoorbeeld zoals mij zo, die echt zelf aan de slag gaan met de implementatie ervan. Maar we hebben ook zorginstellingen waarbij we begeleiden met de implementatie. Dus dat we bijvoorbeeld een kick-off doen met card trackers of superusers per team. Dan geven we vaak nog een training aan alle zorgprofessionals. En dan begeleiden we eigenlijk die introductie op die manier. Wat we sowieso doen is dat we inzicht geven in hoe wordt het eigenlijk gebruikt in je organisatie en wat levert het op. En waar we ook steeds meer tijd in steken is een kennispleinomgeving waar video's staan. Hoe gebruik je nou eigenlijk deze oplossing? Die dan ook weer makkelijk deelbaar zijn met zorgprofessionals. Die er bijvoorbeeld moeite hebben of er meer van mij willen weten. Ja, dus jullie proberen ook te voorkomen. Hè? We proberen samen te voorkomen dat als je dit nou doet in je organisatie. Dat je al die teams continu afgaat. Maar doordat jullie het gebruik heel gericht kunnen monitoren. Dat je ook juist naar die teams even kunt waar het gebruik lager ligt dan gedacht. En de ervaring geeft ook echt dat als je daar één keer een kort moment in investeert, dat daarna het gebruik soms ook alweer verdrievoudigt, omdat mensen net even over een drempel heen geholpen moeten worden om dat te doen. En dat wisselt gewoon per team, dus ik denk dat dat mooi is. Het is een verandering van je gedrag, dus je bent gewoon heel erg gewend om te typen op je computer en te tegen praten is even wennen. Dus het is altijd goed of het nou een collega is, of wij zijn het, of het is... iemand die bij je organisatie werkt, dat die even één keer laat zien hoe het werkt en eventjes je een soort van succeservaring geeft, dan is de kans veel groter dat je het daarna blijft gebruiken. Wat we natuurlijk ook doen, is dat we de functionaliteit steeds meer plekken aanbieden en steeds makkelijker maken. Dus dat draagt natuurlijk ook aan bij dat mensen het meer en vaker gaan gebruiken. Mag ik een vraag stellen? Oh. Ja, zeker. Ik werk bij buurtzorg. Als wij het nu willen gaan gebruiken, moet ik dus buurtzorg in contact met jullie brengen. Ja, bij buurtzorg zijn we op dit moment met 4 teams aan de slag. Dus die zijn zogeheten best practices aan het ophalen. En die hadden zich al in een vrij vroeg stadium aangemeld. Dus
Ik verwacht dat, zo rond november, december, dat het buurtzorg breed beschikbaar is. Dus jullie komen ons nog tegen, maar je kan altijd doorgeven aan iemand bij buurtzorg dat je ernaar uitkijkt. Dat ongeduld is niks mis mee. Ja, meld je vooral, inderdaad. Ja, je collega's in Heerlen, Haaksbergen, Woudenberg en Amersfoort, die hadden zich vrij vroeg aangemeld om als een soort van eerste groep ermee aan de slag te gaan. Maar die, ik moet zeggen dat die er heel veel gebruik van maken op dit moment. Hey, omwille van de tijd, want we hadden tot 16:20. We moeten er ook helaas afsluiten. Het is inderdaad... als je nou hiermee wil starten, je hebt in je organisatie. Nou, ga vooral even naar de bij jou bekende adviseurs of zoek anders even contact met e-care, want dan gaan we je dit ook gewoon laten zien. En dan kunnen we hier ook gewoon op locatie gaan we dit eens samen initiëren. Dan kun je het eens een keer aanvoelen en proberen. Dat geeft vaak heel veel energie om er ook echt mee te starten. Voor nu is het zo dat, Diederik, ik ga jou heel erg bedanken voor je deelname hier. Hartstikke blij mee. De deelnemers, ontzettend bedankt voor je aandacht. En nou ja, ik verwacht ergens wel tot snel een land. Dit zou je toch al moeten willen, zou ik bijna zeggen. Dit wil je wel in gebruik hebben.